Dan is hengelen. Waar zijn we? Kom maar even. Ik was op mijn... Sorry. Oeko. Het is een vogel. Waarom kan ze staan op water? Nee, er zijn toch bladeren? Ja. Daar staan ze op die bladeren. Er staan niet de vogel. Kijk daar. Die staat op een blad. Zie je wel? Lekker weer geluid. Kijk. Jij ook. Ja, waarom? Geluid naar. Kijk. Noorien heeft een hondje. Dit is haar hondje. Ik heb een oude haarbandje van oma, een grote, want oma is niet grote gebruiken. En ik heb, wat is het weer? Paperclips en twee kettingen aan elkaar gezet. En als strikje. Ketting. Dat is haar pet. Mijn pet dog. Maar alleen doe je wat je wil met die pet en nakken go zo. Charing go links, charing go rechts, dart. Nak popo. Saya lafu. Met de echte man kan je dat niet doen. Ada deh. Lagu beti. Ik suka andere hondar. Ja, ze brengen al hallo. Opa heeft ze gaan die hond halen. Er is een verdwaalde hond in de buurt. Opa heeft Moxie Alesi gemaakt. Met vis. Met vis en vlees, denk ik. Of met vis alleen. En het ruikt naar vis. Gerookte vis. Maar ik zie gewoon ook zo'n vlees. Yes. Hm? Dankjewel. Hm. Weet je wat ik bedoel? Nou, deel wordt kapot. Misschien. Hoi. Dat is aan het. Daar hebben we wel sexy bootjes. We gaan sexy bootjes eten. Goedemorgen allemaal. Vandaag is maandag 5 februari. Ik ben al bij Frans. Maar de internet. En vandaag ben ik een beetje laat. Het is over 6. 6:10. En ik ben laat. Eigenlijk. Want ik wilde 6:30 al hier zijn. Maar ik ben mijn garantiebrief vergist. We zullen zien wat het wordt daar. Ik ben zo bang. Maar goed. Ik ben er zo. Tot later. Hallo allemaal. Oh,
Oké, hoe moet ik beginnen? Ik ben vanmorgen naar de internet geweest. Zoals ik zei, ik was mijn garantiebrief vergeten. De dokter heeft me natuurlijk geholpen. En nee. Toen ik er zei van dat ik mijn garantiebrief nog niet heb, zei ze van, is dit erg? Ik kan het straks nog alsnog brengen of later. Ze zei van, ze denkt niet eens aan je garantiebrief. Ze heeft mijn resultaat gezien en ze zei van, ze is zo blij dat ik nader heb geluisterd als het ware. Dus mijn suikergehalte is 6,8 denk ik. Ja, 6,8. Nuchter en met eten was het ook 6,8. Dus ze is tevreden, ze is blij ermee. Want ze zei van, echt 1 op de 30 mensen is maar... 1 op de 30 mensen ben ik een van de mensen die luister naar wat ik moet eten of hoe ik moet eten. Dus ja, ze heeft me geholpen. Maar natuurlijk, zonder garantiebrief kreeg ik mijn stukken niet. Ik ben dan naar mijn huisarts gegaan, die is vlak hier, RKZ. En ja, eigenlijk mag je niet zo je garantiebrief aanvragen, dus dezelfde dag. Dus ik ben gelijk naar die test gegaan, daar is het ook goed gegaan. Dus ik moet eigenlijk pas na 5 maanden weer naar de internist. Maar ik moet terug gaan om mijn garantiebrief af te geven en mijn andere stukken te halen. Want ik heb ook natuurlijk een attest. En ja, voorlopig pas na 5 maanden. En bij de diëtist denk ik pas in april ergens. Something. En ik wacht op mijn garantiebrief. Ik wil niet te vroeg gaan voordat die zuster me gaat bokken. Vooral als ze mijn naam ziet. Ik ben dan intussen ook naar de bank geweest. Ik ben naar Hollandia geweest en ik heb een paar dingen gekocht. Ik heb wat koeltjes. Vandaag eet ik het gewoon. Ik heb wat visbrood. Ik ben bij de parkeerplaats van RKZ. Ik eet niet pas. Het is zo druk geworden. Vanmorgen is het niet eens zo druk. Ik heb ook een paar gebakjes gehad. Ik heb een paar slagroomsoes gehad. Dus vandaag cheat ik weer. Maar goed. Is niet zo erg, denk ik. Ik eet even. Dan ga ik zitten bij de poelie. Misschien heeft de dokter mijn garantiebrief aangeschreven. Maar ik wil hem gaan bakken. En dan ga ik nadien naar het land. Maar ik ga met de auto. Ik ga lopen. Want ga sowieso geen parkeerplaats vinden bij Slans. Helemaal niet. Dus ja, ik ga dan lopen. Is zo lekker. Ik ga straks die andere dingen eten. Dan ga ik jullie wijzen. Ik heb ook van Noor gekocht.
Dus ik ga haar ook laten proeven. Er is geen parkeerplaats meer. Ik ben op tijd. Andere mensen wachten aan de zijkant. Andere mensen hebben me gevraagd of ik weg ga. Maar ik ben pas hier gekomen, weer gekomen. Het is echt lekker zacht. En pittig. Ik eet snel omdat ik eruit wil. Dus ja. Mijn suiker is voorlopig goed. Het mag natuurlijk meer zakken. Maar die artsen zijn tevreden. Dan ben ik ook tevreden. Ik ga nu eruit. Tot later, ciao! Hallo allemaal! Hi! Ik ben Tessaal thuis. Alles is goed afgelopen. Ik heb mijn garantiebrief gehad. Die heb ik dus ingeleverd. En dan heb ik mijn stukken gehad. Maar goed. Ik zei nog dat ik naar Hollandia was gegaan. Dus dan had ik slagroomsoesjes gekocht. Oei. Het ziet er zo uit. Dit ga ik vandaag wel eten. En eclair choco room. Dus ik heb twee van die choco gekocht en één met lemon smaak. Die choco eclair ziet er zo uit. Ik krijg de cappuccino. Het is volgens mij gevuld met pudding of met choco. We zullen zien straks. Hey, was er wat halte? Ja. Yes, wat gaan we eerst proberen? Ik wil dat eens proberen. Oké, Nuri wil die choco eclair. Of ik, ja. Proeven. Hap. Oei. Werkelijk van binnen is er een vulling, puddingvulling. Hey, na lange tijd eet ik chocola. It feels so guilty. Het regent. Het mot. En? Lekker. Lekker soft. Dit is heel zacht. Oké, okay, mijn beurt nu. Wanneer je niet meer gewend bent om zoete huid te eten, is het voor mij zoet. Het is als een Duitse schep suiker. Wauw, dat is voor mij niet zo zoet. Niet zo zoet als normale zoet van chocola. Nog wind morgen. Lekker? Mm-hmm. Alles eten. Oké. Okay. Er waren drie smaken, ik zag die choco, die lemon en er was een roze. Ik weet niet of die roze strawberry smaak is of zo. Maar goed, oké. Okay. Nu gaan we die. Die lemon proeven? Ja. Nu gaan we die andere chocolate. Chocolate. Die andere chocolate gaan we voor papa laten. Oké. Oh, die is ook gaat eruit. Deze is die lemon. Het is zacht geworden. Ik ga gelijk beter. Nee, als ik van die lemon. Is het zuur? Het is niet te zuur. Maar je proeft wel zuur erin. Maar het is ook niet zo zoet. Ik mag een kleine hap proberen, ja? Makkaar! Ja? Ik heb bijna maar.
Waar lemon is. Wat wel later. Ja, dat kan. Mmm, allemaal dingen. Het is lekker. En het is goed. Als fruity mento. Je fruity mento. Ja. Het is lekker, zeg. En de pudding kan eruit, omdat het ook al zacht is geworden. Ik heb speciaal op Noor gewacht. Tot ze van school kwam. En dan hiervan gaan we eten. Samen eten. Ja? Het is die slagroomsoes. Oké. Hoe lekker zo. Slagroom is niet zoet. Crunchy. Na maanden eet ik weer zoiets goed. Ik bedoel die... Is er een lampje aan die sprookjes? Die is een peper. Lekker. Nee, die ene, dat was van dingen. Echt, dat peper was van. Zo so nice. Oh, naast die oude. Naast sweet honey. Ja, dat is zo nice. Dus dat was dat. Was lekker. Na maanden weer zo iets zoets gegeten. Voelt raar aan, maar toch wel lekker. Niet dat ik het is niet dat ik het echt lust, dus elke dag lust. Ik wil dat gewoon proberen. Yes. En ze waren lekker. De moeite waard. Yes. Deze gaan we voor John laten. Gaat hij dan ook proberen. Tot later. Ciao. Zo, ik ben bezig sardine klaar te maken. Ik heb hier morion sardine. Ik ben bezig die grote blokken te breken. I don't love the big chunks. Maar goed, alle specerijen al erin. Peper, zout, suiker, magie, knoflook, uien. En ja, ik maak mijn sardine niet schoon. Gaat precies zo vanuit het blik in de pot of in de pan. Voor degene die vroeger of hebben gevraagd. Nee, ik maak het niet schoon. Ik heb mijn aardappelen al gebakken. Die heb ik hier. Die gaan dus dan ook erin. Tjang. Mixen. Oké. Koek. Zo. Daar is hij. Hij is al gaar. Ik heb wat green onions gezet. Dus ik ben klaar met koken voor vandaag. Yes. Noor gaat eten. Ciao.